Nicole is al een tijdje betrokken bij een alleenstaande moeder met een zoon van 6 jaar. Hi Nicole. Goedemorgen Vanessa. Goedemorgen. Wanneer een huishouden wordt aangemeld bij Samen Doen, zal eerst een vraagverheldering gedaan worden en hierop aansluitend een plan van aanpak gemaakt worden. Hoe is het met Jason? Het gezag van zoon ligt bij moeder. Vader is niet meer in beeld. Er is momenteel sprake van een vechtscheiding, schulden en psychische problemen bij moeder. Haar zoontje laat zowel op school als thuis behoorlijke gedragsproblemen zien. Ja, Vanessa, we hadden het de vorige keer over hoe het gaat hier thuis met jou en Jason. Dat jullie veel ruzies hebben, dat je je zorgen maakt over zijn school. En dat je graag wil dat hij zich op school beter zou kunnen concentreren. De hulp die ze vraagt voor haar zoontje is vrij intensief. Deze hulp kan mogelijk worden geboden door gespecialiseerde jeugdhulp. En ga jij me dan niet meer begeleiden? Ik blijf jou nog steeds begeleiden, alleen iemand anders gaat hem op dat specifieke stuk helpen. Wanneer de wens er is om specialistische zorg in te zetten, gaat de generalist vanaf januari 2018 eerst een perspectiefplan invullen, samen met de jeugdige en of ouder. Om de zorg in te zetten voor Jason, is het belangrijk dat wij nu een perspectiefplan gaan maken. En in dat plan gaan we eigenlijk de resultaten formuleren die je bereikt wil hebben. Wanneer er vragen zijn rondom een jeugdige waar Samen Doen zelf niet de juiste hulp in kan bieden, kan specialistische jeugdzorg overwogen worden. Wat wil je straks bereikt hebben? Ja, ik wil dat hij minder agressief is. Hij is heel agressief op school, tegen mij. En ik wil dat dat gewoon stopt. De resultaten die moeder wil bereiken zijn dat Jason beter luistert, de sfeer in huis verbetert, dat er minder ruzies zijn en dat het beter met hem gaat op school. Als perspectiefplan gemaakt is met huishouden, volgt het MDO. Tijdens het MDO wordt besproken of inzet gespecialiseerde jeugdhulp van belang is. En zo ja, wat voor SPIC passend is bij de jeugdige. De SPIC is een hulpmiddel om tot de juiste aanbieder te komen. Als je de SPIC hebt doorlopen, komt er een code uit waarop aanbieders zich hebben ingeschreven. Je weet nu dus welke aanbieders het gezin kunnen ondersteunen. Nou, ik heb mijn laptop meegenomen. Vandaag gaan we op zoek naar aanbieders waar jij je prettig bij voelt, die de hulp kunnen inzetten voor Jason. Oké. Nou, we gaan op zoek op de site www.ikzoekjeugdhulp.nl. Als jullie een aanbieder hebben gevonden, is het wenselijk deze samen van tevoren te bellen. In dit gesprek kun je bespreken of de aanbieder een goede match is met de ouder en jeugdige. Als de juiste aanbieder is gevonden, kan met akkoord van het huishouden het concept perspectiefplan opgestuurd worden naar de aanbieder van de zorg en een afspraak worden ingepland voor een aanmeldgesprek. Oké, Nicole, ik zie je volgende week, hè? Ja, is goed, dankjewel. Geen dank. Doeg. Goedemorgen Vanessa, goedemorgen Paul. In het aanmeldgesprek heb je het over de vraag van het gezin, de te behalen resultaten en acties en samenwerkingsafspraken. Fijn dat we bij elkaar kunnen zitten. Wij hebben jullie eerder het perspectiefplan van Jason opgestuurd. Ja. Met daarin de hulpvraag van het gezin met betrekking op Jason en de gewenste resultaten. Ja. Zullen we het perspectiefplan zo even doornemen? Vanessa, dan kan jij jullie hulpvraag zo goed mogelijk toelichten en kan je daarbij de resultaten benoemen. Ja, dat is goed. Mooi. Dan gaan we ook even samenwerkingsafspraken maken, zodat we aan het einde van het gesprek het perspectiefplan kunnen ondertekenen en dat de ondersteuning voor Jason zo spoedig mogelijk van start kan gaan. Ja mooi, dat is goed. Het gezin en de aanbieder ondertekenen aan het eind van het aanmeldgesprek het perspectiefplan. De gemandateerde generalist ondertekent het besluit. In het traject dat volgt zullen voortgangsgesprekken plaatsvinden. Wanneer het resultaat is behaald, volgt er een resultaatbespreking. Het verwijzen is maar een klein stukje van de hulpverlening binnen Samen Doen. Wanneer de gespecialiseerde hulpverlening is gestart, heeft de aanbieder de verantwoordelijkheid over dit deel van de zorg. Zij hebben de opdracht om breder te kijken binnen het huishouden. Vertrouwen in elkaars deskundigheid, maatwerk en tevreden huishoudens. Daar gaat het om. En vraag wanneer nodig om hulp van een koploper of neem contact op met de helpdesk.